Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. Ik heb vandaag weer eens uitgeslapen. In plaats van vroeg op te gaan. Ik ben om 6:45 even opgegaan om een video te uploaden. Dus als het goed is gebeurd, zoals ik zo meteen ga checken. Maar het is 8:30. Dus dat is top. Dus ik ga eruit. Ouders gaan het laatst bij boodschap halen. Ze hebben gisteren een aantal gehaald. En ze gaan zo de rest halen. En ik ga me even snel aanwassen, aankleden. Dan ga ik mijn papagaai naar beneden halen. En dan ga ik beneden zitten tot ze terug zijn. En daarna ga ik me voor bereidingen treffen voor morgen. Top! Ik heb er zin in. Oké, goed jongens, ik heb lekker gedoucht en mijn haar piekert aan alle kanten, maar ik ga er zo even nog wat in doen. Ik heb make-up opgedaan en echt a lot. Highlighter is echt all over, maar ik vind het super leuk. Ik ga beneden, ik ga de gaai even naar beneden halen, want dat heb ik nog niet gedaan. Dan ga ik beneden even gauw koffie drinken en dan ga ik de voorbereidingen treffen voor vandaag. Ik moet ook nog even een knuffelbeertje halen vandaag, maar ik vind het belangrijker dat eerst de video erop staat, anders hebben we straks een probleem. Dus ik ga mijn tante appen. Ja, mijn tante heeft me geappt. Wat heeft ze me geschreven? Ik weet niet, dat is het fijne dat ik een paar dagen voor vlog. Kan je nu gewoon meenemen hierin. Een tekst meegezongen. Het is wel echt heel vrolijk, maar we kunnen niet zien en ik moet het oma tekstpoeder niet zo snappen. Hoeveel als het meerdere keren afspeelt. Ja. Dat wordt een oplossing zoeken. Ik ga nadenken, want ik weet ook anders niet hoe ik dit moet gaan regelen. Ik ga eerst de papegaai er even uithalen. Goed, ik loop heerlijk buiten, jongens. Het zonnetje schijnt. Ik heb mijn oude gele jasje weer uit de kast getrokken. Of nou ja, gevonden om het maar zo te zeggen, want ik was hem dus kwijt. Maar ik heb hem weer. Ik heb hem lekker aan. Het is heerlijk weer buiten. Ik ben nu onderweg naar de Action om alles te gaan regelen. Ik heb feesthoedjes nodig, toeters nodig. Ik wil iets van een slingertje proberen mee te nemen. Om dat even feestelijk op te hangen voor mijn nek te doen ofzo. Iets van een boa of iets. Ik weet nog niet echt precies wat. Even kijken wat ik ga doen. Helaas door de ruzie en gekte nog steeds tussen de familie. Dat doen mijn ouders niet mee. Ik doe het echt puur met mijn oom en tante, Kevin en Jesse en dan ikzelf. Helaas, kijk, mijn moeder doet weer andere dingen voor mijn oma. Ik vind het wel jammer dat we dit niet alsnog met z'n allen kunnen doen, maar ja, het is niet anders. Dus ja, ik hoop dat het gaat werken. We hebben tot nu toe het nummer uitgeschreven in de tekst als hoe we hem willen en hoe die bedoeld is. Alleen, mijn oma kent het liedje niet, dus het is heel lastig om dan alles met woorden in beeld te laten komen. Terwijl ze het liedje niet kent, wanneer het daadwerkelijk gezongen moet worden. Dus wat we nu gaan doen, er zijn in totaal 3 coupletten in het stuk. Die doen we op papier. En alle refreins, die gaan we zelf meezingen. Dus dat betekent dat mijn oom en tante zijn 4 keer refreinen. Dus mijn oom en tante moeten er 2 doen. Ik doe er 2 en vervolgens ga ik daarin mixen van joh, ik pak nu dat stukje van die en dat stukje van mij. En zorgen dat het steeds anders is. Het wordt een uitdaging. Ik heb dit zelf ook nog nooit gedaan of geëdit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in om het zo te zeggen. Ik heb er hoop in. En als het niet gaat lukken, ja, dan is het heel jammer. Ik ga mijn best doen. Alles hangt op mijn schouders. Mijn oom en tante hoeven het alleen maar op te nemen. En ik ben straks degene die die alles uiteindelijk in elkaar moet gaan zetten. En het zou best wel eens moeilijker kunnen gaan worden dan ik eigenlijk denk hoe het nu gaat worden. Maar goed, dat is ook gewoon maar kijken hoe en wat. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. En ik hoop dat het gaat lukken, want anders is al deze moeite en gezelligheid voor niks geweest. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik ga nu in ieder geval naar de Action feestspullen halen. En als ik zo terug thuis ben, zie ik nu wat ik heb gehaald.
Oké. Ik ben thuis. En jongens, ik heb zoveel gehad. Ik heb allereerst een wit t-shirt gehad, want die heb ik nodig voor mijn hula roekje. Ik heb een Hello Speech Bubble gehaald waar je op kan schrijven. Ik heb toetertjes. Ik heb dit beertje, want die hadden we dus nodig voor dat ding. Ik heb deze gehaald. Het is ook super tof om... Oh, alleen mijn bed zit nu onder de glitters. Dat is niet zo fijn. Ik ga deze er gelijk even afhalen. Zo, jullie staan alleen een beetje scheef. Maar goed, voor eventjes deze eraf halen. Zo. Deze eraf halen. En dan kan ik deze ook nog omstrikken. Zo. Dat is... Auw. We hebben alleen mijn haar hangen. Maar goed, dit is ook nog een optie wat ik kan doen. Ik heb slinger gehaald. Zo'n uitklap. Slinger. Super tof. Ik heb deze gehaald. Dit zijn dus hoedjes. Of tenminste, een soort diadeems. Maar die zijn van ballonnen gemaakt. Dus die kan je gewoon zo op je hoofd zetten. En dan heb je een hoedje op. We hebben afgesproken om eerst eventjes de refreins op te gaan nemen. Dus zingend. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga mijn statief pakken en mijn telefoon erop zetten. En dan gaan we filmen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat worden. Ik heb er heel veel zin in. Goed, ik heb het hier al helemaal versierd. Het is echt nu al een hele bende op de vloer met confetti. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Ik ga mijn hula rokje aandoen. En dan ga ik filmen. Ik heb het eerste deel al opgenomen. Nou, dit deel nog. Kijken waar die open kan. Doe iets hoger zodat je hem iets meer ziet. En ik heb een hula rokje aan. Leuk, 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 leuk. Ik ga mijn bed staan nu voor het tweede, dus ik ben benieuwd. Goed, inmiddels is de video hopelijk klaar. Ik heb hem continu moeten aanpassen in het editprogramma. Want zoals ik hem, als ik hem helemaal wilde afspelen, dan was het elke keer klopte die niet, was het niet goed. En nu hopelijk wel. Dus ik ga hem even laten opslaan. Hij is best snel, zie ik. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan ga ik hem helemaal checken om te kijken of hij compleet klopt. En dan ga ik hem uploaden. Maar het was zo leuk om te doen. Mijn oom en tante ook. Ze hebben er zulke leuke dingen van gemaakt. En het was zo leuk en gezellig. En ik ben er helemaal blij mee. Ik ga hier nog een paar spullen opruimen. Liggen hier nog een paar spullen. Bijvoorbeeld daar. En ja. Dan vind ik het door haar best. Ik ga even wat eten ook. Want dat heb ik ook nog helemaal niet gedaan. Het is al 4:30. Ik heb niet eens geluncht. Even wat eten. Goed. Ik heb inmiddels lekker gegeten. En ik heb nu mijn haar soort van gedaan. Het is namelijk zo dat dat rode in mijn haar echt super lelijk werd. En sowieso mijn hele haar was voor de rest nog gewoon zwart. Dus ik heb mijn haar nu gewoon weer bruin geverfd. In de hoop dat het rode zo meteen uit mijn haar is en het bruin is. Ik zie het nu al wegtrekken, dus daar ben ik wel blij mee. Dus hopelijk is al dat rode straks uit mijn haar. Op de camera is het nu rood en dat het echt is. Maar het is echt wel weg aan het trekken nu. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga even wat YouTube video's kijken, want er is heel veel online gekomen. En ik heb nog vrij weinig gezien. Dus ik heb even een handdoek omdat ik in mijn BH zit. Heb ik het een beetje koud. En ik ga zo gelijk even douchen. Dus ja. Ik zeg helemaal top. Ik ga zo lekker douchen en ook mijn make-up eraf halen. Want dat hoeft er niet de hele dag op te blijven zitten natuurlijk. Goed, zoals je ziet, het is volledig ingetrokken. Het is echt serieus niet rood meer. Ik ga alles uitdoen en ik ga douchen. En dan is alles over weg. Top. Goed, inmiddels is het... Serieus, bijna 10:50. Ik heb lekker gedoucht. Als je trouwens wat hoort rammelen, dat zijn de pootjes onder mijn camera. Die zitten dus los. Ik heb lekker gedoucht. Ik ben lekker omgekleed. Mijn haar is niet meer rood. Daar ben ik heel blij mee. Tenminste, het is niet vel rood meer. Je ziet een bruine gloed nu in plaats van een rode gloed. Daar ben ik heel blij om. Ik heb deze twee kaarsjes boven aan mijn bed gezet. Dit zijn neppe kaarsen. Voor iedereen die in paniek raakt. Maar ik dacht, ze blijven hier top staan. En ik vond het super leuk om ze neer te zetten op de hoek van mijn bed. Daar een lange en hier een wat kortere. En ik heb lampjes in de vaas daar gedaan. Ik denk dat is ook wel weer leuk en gezellig. Ik heb die lichtjes aangezet. En ik heb dat lampje aangezet. En ik ben lekker aan het chillen. Echt serieus mijn gemakje aan het houden. Lekker niks aan het doen. En ja, een beetje... aan het YouTuber.
vind het wel tof om, om dit niet allemaal zo te zien en te kunnen chillen enzovoort enzovoort. Ik heb lekker een vitaminesapje. Ik heb echt heel weinig gedronken vandaag, dus ik heb ook echt super veel dorst. Het is mijn derde glas al. Ja, ik ga zo slapen. En morgen moet ik vroeg op. Ik moet morgen namelijk om, hoe laat was het? 6 uur bij mijn oma voor de deur staan. Dus we gaan lekker vroeg slapen. In ieder geval hoop ik dat jullie de vlog vandaag leuk vonden. Doe deze video een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden als je nog meer van me wil zien. En dan zie ik je hopelijk morgen weer bij een nieuwe vlog.